Oké, 1, 2, 3 paar schoenen, een jas, een pet en een kleedje. Oh, wacht, dat is ook een jas. En een mooie bloem, een paraplu. Alles is compleet. Ik heb geen idee waarom ik dit lijstje maak. Ik ga niet weg of zo. Hallo, beste kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Enkie. En ik heb toch zoveel zin in vandaag. Ik heb helemaal geen planning. Ik heb letterlijk helemaal geen planning. Maar voordat deze video begint, moeten jullie even abonneren. Even liken. Alles even doen wat goed is. En heb je geabonneerd? Reageer dan even. Ik heb geabonneerd. En dan zal ik jouw reactie een hartje geven. En dan ben je van harte welkom. En vandaag, jongens, ik heb hier yoga staan. En het begin van mijn dag was yoga. En dan beginnen we met een diepe inhaleren. Yeah! Hey, wacht. De telefoon gaat. Oh, wacht even hoor. Met Henkie. Een hele goede dag. U spreekt met Sjaak Slagers van de Sjaak Slagers. Slagers met Sjaak. Hallo? Wie is dat? Met Sjaak wie? U spreekt met Sjaak Slagers van de Sjaak Slagers fabriek met Sjaak. Oh, hallo Sjaak. Met Henkie. Goedendag. Ben ik verbonden met de een of andere monteurdeur? Ja! Ja, wacht. Wacht. Ja, ik ben niet met monteurdeur. Zeg het maar. Dan spreek ik met de juiste persoon. Je spreekt met Henkie. Ja, u spreekt met Sjaak Slagers van de Sjaak. Hey Sjaak! Ik zoek eigenlijk een... hoe moet ik dat zeggen? Een vliegensvlug voertuig, zodat ik mijn slagersproducten kan leveren aan mijn klanten. Wacht. Wil jij zeggen dat je een klant bent? Huh? Wil je een klant zijn? Ja, daarvoor bel ik. Echt? Er is echt al jaren geen klant geweest. Hoe moet ik dat opvatten? Bijzonder. Kunt u mij wel helpen? Ik kan u een vliegensvlug voertuig, zegt u. Ja, zodat ik mijn producten van mijn Sjaak Slagersfabriek kan leveren. Een vliegensvlug. Ja, dit kan ik wel regelen. Dit ga ik regelen. Ja? Een vliegensvlugvoertuig komt voor de bak. Ik bedoel, komt voor de slager. Ja, precies. Ik snap hem. Doei! Nou, jongens, oké. Slagers, die heeft een voertuig nodig en die zei dat hij een vliegensvlugvoertuig wilt. En ik weet precies wat hij nodig heeft. Ik heb het perfecte voor hem. Ah, maar daarvoor eerst moet ik... Ah, dit is net als vroeger, jongens. Ik heb gewoon weer een klant. Ah, maar daarvoor moet ik eerst naar Rajiv's winkel. Daar ben ik ook al jaren niet geweest. Ah, ik weet dat Rajiv er niet meer... Auw! Oeps. Ah, ik heb wel de donuts nodig. Ik heb nieuwe nootmuskaatkoekjes nodig. Ik heb alles nodig. Auw! Ik drift echt veel zerg. Alles wat mijn hartje begeert heb ik nodig voor deze klus. Eerst heb ik donuts nodig en nootmuskaatkoekjes, zodat ik daar een andere materiaal op kan halen. En dan kan ik het perfecte voertuig maken. Dan parkeer ik hem even op mijn privéspot. Maar dat heeft altijd zijn dat ik hem mocht parkeren. En dan mag ik altijd de gratis donuts pakken. Wat lekker! Dan neem ik die. Dan neem ik die. Hier neem ik de nootmuskaatkoekjes mee. Er is helemaal geen... kassa medewerker. Nou weet je, ik ga zelf achter de kassa staan. Dan reken ik mijn eigen donuts en onzin wel af. Donuts. En een piep, 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 piep. Kut! Meneer! Ik wil geld! Ik merk hier helemaal niets! Nee, meneer, ik wil helemaal geld! Ik merk hier helemaal niets! Nee, je gaat de kassa zo open doen, vriend. Ach, Gerard. Nee, kassa! Kassa, sorry, sorry. Kassa! Oh, ik weet de pincode niet. Ik weet het niet. Ik werk hier niet. Ik slaap. Ik werk hier niet. Ja, ga het er open doen. Ja, maar hoe? Alles kapot hier. Wacht, kunnen we niet samen even kijken hoe we open kunnen doen? Ja. Kom maar, kijk, je hebt hier een knopje. Ik denk dat je code in moet voeren en op dat rode knopje moet drukken. Maar ik weet de code niet. Ja, ik ook niet. Misschien kunnen we hem gewoon slopen. Wacht, als jij er nou eens heel hard op slaat. Ja, pas op. Ja, ga maar slaan. Auw, waarom deed het pijn bij mij? Hij is open. Huh? Echt? Oh, hij is inderdaad open. Nee, hij is leeg. Ja. Volgende kastje. Volgende kastje. Is hij ook leeg? Nee. Hij zat wel 2,99 euro korting. Top, dan kunnen we gaan. Kom snel. Ja, doei. Kom, houd eens dat hier. Wacht trouwens even. Ik heb helemaal nog niet gepakt. Wat doe je hier? Wat doe je hier, bro? Waarom ben je winkel aan het overvallen? Wat doe je? Doe dit masker eens van jou. Oké, dan is mijn volgende stap. Ik weet namelijk precies wat ik ga maken. Dan moet ik even een BMX vinden, jongens. Dus... Hey, wat doe je? Gerard, stop. Ja. Dat is mijn auto. Oh, je bent Henkie. Ja, wat doe je nou zelf, joh? Doe dat gekke maskertje eens af. Nee. Weet je wat? Wil je mee met mij vandaag? Ik moet een vliegensvlug voertuig maken. Ja, maar ik heb geld nodig. Dan krijg jij een gedeelte van de prijs. Echt? Ja. Oké. Dan delen we de prijs. Stap in. Oké, Gerard. Mijn ruit is helemaal kapot. Maar dat maakt niet uit. Het doel wat ik nu moet gaan doen is een BMX halen. Zo, wat gaat dit snel? Jij moet wel voorzichtig zijn in mijn auto. Maar we moeten een BMX ophalen. Dus we gaan heel even naar de skatepark. En dan gaan we even van een jochie een BMX stelen, oké? Ja, overval ik hem. Dan overval je hem. Dat vind ik prima. Ja. Oké, Gerard, we zijn er bijna hoor. Als het goed is hier ergens een skatepark. We gaan skates halen.
Jij kijkt ook. Hij zit klem. Ik zit vast. Hij zit in klem. Geen idee. Wat doe je nou? Hoe komen we er nou uit? Ik heb een goede oplossing. Ah, hey, daar heb je wel een BMX. Zie hem? Waar? Daar, kijk. Er is iemand aan het BMX'en. Ah, oh. Wil ik. Oh, hij valt. Hij is gevallen. We moeten het subtiel doen. Oké, okay, we moeten een plan bedenken. Ik ga naar hem toe. Ik ga vragen hoe die heet, wie het is en zo. Yes. En dan doe ik een beetje alsof ik een of ander ook een coole jonge kid ben die aan het skaten is. Yeah. En dan vervolgens sla jij hem in zijn nek en pak je zijn BMX. Oh, daar heb je er nog één. Kijk, dan sla jij hem in zijn nek en dan pak je zijn BMX, oké? Okay? Dat vind ik een goeie. Kijk, daar gaat hij. Kijk hoe goed hij is. Goeiedag, meneer. Ah, oh, wat cool. Ik bedoel, wacht, meneer. Oh. Meneer? Hallo, mijn medeskater dude. Alles flex, alles iets achter de rits. Yes, wow, woelee. Toos? Toos? Waarom komen jullie allebei naar... Waar ga jij heen? Stel het BMX van Toos. Toos! Voorzichtig! Ja! Yeah. Voorzichtig! Au! Toos, au! Dat ben ik, au! Je sloeg de verkeerde. Ja, ik zie niks, Wil. Nee, je moet die muts ook eens afdoen. Toos, waar is Toos nou? Het blijkt Toos te zijn, de BMX'er. Daar ben je. Ja, kijk, daar heb je hem. En hij is heel goed in BMX'en. Echt de beste. Wat doe jij hier? Skaten. Maar sinds wanneer ben jij skaten? Ik heb hem! Goed zo! Rennen, Gerard! Ik fiets. Wacht, dit is ik zielig. Hey, ik ga vandaag een supersnel vliegensvlug voertuig maken. Echt? En wil je mee? Ja. Yeah. Oké, okay, kom maar aan. Ah! Oh! Gerard! Hoe ga jij zo hard? Wacht even. Gerard is dood! Ik wil mijn fiets terug. Ah, we zijn er eindelijk, Gerard. Althans, eindelijk. Het was letterlijk 5 minuutjes rijden. Hé, hey, wie is auto? Wie is dat? Dat is van Karin. Wie is Karin? Dat weet ik niet. Hé, hey, wie is auto is dit? Waar komen die auto's vandaan? Ik heb geen idee. Mensen zitten op mijn erf. Ben je er klaar voor? We gaan hem monteren. Het moet een vliegensvlug voertuig worden. Dus waar zit jij aan te denken, Gerard? Skateboard. Nee, we gaan geen skateboard monteren. Het moet vliegensvlug zijn. Als het goed is, komt Toos er zo aan. Die hebben we lekker laten fietsen, dus dat scheelt gewoon helemaal. Ik weet het. Nou? Octopus. We gaan geen octopus monteren, Gerard. Oké, okay, maar we moeten eerst de materialen hebben. Kan jij voor mij 1 wiel pakken? Nee. Oké, okay, nee, dan pak ik hem zelf wel. Ik pak hem! Oh, jij pakt het deal. Oké, okay, dan pak ik een doos hier en dan zijn we even aan het voorbereiden. Zo, ik heb een doos. Toos! Toos! Wat doe je? Waarom ging je zo snel? Ja, jij hebt aan mijn bel gezeten. Ik wil gewoon bellen en dan gaat er ineens over snel. Ja, sorry, ik had net 2 seconden even aangezeten. Ik denk, daar ben je ik wat... ben kapot. Je moet ook niet aan je bel zitten als ik even aan je fiets heb gezeten. Ja, maar ik wil gewoon bellen, tringelingeling. Gerard gaat een band pakken. Ik heb een doos gepakt. Kan jij voor ja, mij... Ja, ik ga uitrusten. Ja, gaat uitrusten. Prima. Oké, Gerard, breng het maar naar binnen als je klaar bent met de band. Zo, dan zet ik de doos vast klaar. Die kan hier ergens staan. Oké, ik heb dit meesterplan al eens een keer uitgewerkt. Maar wat jullie niet wisten, kijkers, is dat het meesterplan nog een extra stap heeft. Het bezit nog meer dan dat. Maar die Gerard, die doet er zo lang over. Gerard, heb je nou eens een keer die band? Waar ben je nou? Ik heb hem. Dat is je paraplu. Hey, Tos. Hey. Oh, hey. Wacht, dit heb ik. Iets zeg ik altijd naam. Zo. Het is eindelijk een keer zover. Ik zeg altijd al dat jouw naam is. En nu snijden dat letterlijk. Toos. Eindelijk. En Gerard met de paraplu. Oh, dankjewel. Maar Gerard, jij brengt de paraplu en ik vroeg om een band. Maar dat brengt mij op een idee. Ja, maar ik dacht, ik kan met jou wel een band maken. Nee, maar die man die... Dat vind ik trouwens lief. Die man die wil een vliegensvlug voertuig. Hij heeft nooit gezegd auto. Ik wilde al een auto maken. Maar wat nou als we... Wat doe je? Oh, sorry. Ik dacht, wij hebben ook een band. Oh, nee. Nee, Toos, dat kan niet. Jij hebt geen band met mij. Toos, ik maak een grap. Oké, Toos is weg. Maar wat nou als we in plaats van een vliegensvlug auto maken, een vliegensvlug vliegende auto maken? Zonder wielen. Ja, maar dat kan niet. Dat kan niet. Hoezo niet? Hallo? Hoezo niet? Je hebt een vliegtuig, een auto en meer heb je niet. Ja, maar wat nou als we in plaats van een auto gewoon een vliegend voertuig maken? Een vliegtuig. Een soort van, maar een paraplu. Dus dat je recht omhoog kan en recht naar net als een helikopter, maar het moet egaler en het moet voor 1 persoon zijn en het moet makkelijker te gebruiken zijn. Ik weet het. Nou? Een kip. We gaan geen kip maken. Toos! Heb je deze nog nodig? Geef maar een gip. Ja, kijk eens aan. Die mag, ja. Ja, zijn. Tweeën. Hatsen. Dit is de derde keer. Maar jongens, ik heb niet. Ik heb perfect voertuig gemaakt. Breng me de BMX. Breng me de paraplu. BMX. Ik wil hem. Oké. Wil jij de paraplu pakken? Waar? Oké, ik heb Ik hou heb je hem. Droog. Dankjewel. Oké, dan gaan we naar buiten. Hou hem even droog. Doos. We zijn binnen. Oké, dan gaan we die kant op en dan gaan we het perfect in elkaar monteren. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Ja!
daar gaan we. Ja, yeah. 1 en 2. Ja. Oké, er zijn de laatste dingetjes staan op een rijtje. Dit is eigenlijk nog steeds hetzelfde lijstje als dat ik aan het begin maakte. Ik weet niet waarom ik er weer naar kijk. Maar dat maakt niet uit. Jongens, is je helemaal schoon gepoetst? Ik ben moe. Oh, ja, mijn arm is ook helemaal lam. Ja. Jullie staan ook al volgens mij 20 minuten lang te poetsen. Jullie mochten van mij betreft een minuutje even de paar stofjes eraf halen, maar... Dat vertel je niet pas. Ja. De hele lak is eraf. Maar goed, hij werkt. Hij is perfect, denk ik, of niet? Maar wat is dit? Het is een jetpack. Het is een hele mooie jetpack hebben we gemaakt. Nou, dat heb ik nog nooit gezien. Nou, dat zal ik hem even laten zien. Kijk, je kan makkelijk instappen. Hij is super... Wacht! Stop! Wat? Je hebt nog een vlekje. Oh. Ja, niet te snel, Henk. Rustig aan. Doe maar gewoon. Klaar. Nou, oké, kijk. Stap je in. Hij is heel makkelijk te benaderen. En dan het lekkere eraan is, dus je hoeft een paar knopjes in te drukken. Een stuk of 5. Zo, paar knopjes, ja. Je drukt er 6 in, Ik weet niet waarom ik het niet gewoon 1 knopje heb gelaten. En dan om vervolgens de tactiek is dat je dan met deze knopjes, kan je hem zo recht omhoog laten gaan. En kijk, daar vlieg je. Wat doe je? Vlieg, hoe doe je dat? Kijk, en dat is het makkelijk. Hij stijgt heel makkelijk op. Hij is super makkelijk te besturen. Oh, en dat is het lekkere eraan. Hoor jij iets? Oké, Gerard, ik heb je hier jaren voor getraind. Ben je er klaar voor? Ik heb nog niet in dat ding gezeten, man. Oké, je gaat zitten. Ga maar zitten. Ja, oké, ga zitten. En dan wat je vervolgens doet... Oh, ik ga allemaal mijn knopjes in. Wat je doet is, je klikt op de knopje daar en dan ga je een beetje omhoog. Iets Gerard, meer, ja. Gerard, goed zo. Ik trek je even aan je benen, Gerard. Naar beneden. Gerard, zitten. Goed zo. Maar, wil je wat leuk zien? Toos, kan jij voor mij binnen? Dat is de afstandsbediening wat ik neer heb gelegd waarmee je hem van afstand kan besturen. Oh, ja, dat gaan we doen. Ja, oké. Gerard, kom terug, maar Gerard. Laag, omlaag. Oké, Gerard, stap even uit. Ik wil aan laten zien dat je hem afstand kan besturen. Heb je hem? Dat is... We zijn bedroogd. Maar als ik wakker word naar jou, dan droom ik nog. Als ik de bovenste snaar indruk, ga jij naar boven. Of over... Laat maar, ik pak de andere afstand met die ding. Oké, en dan vervolgens kan ik hem omhoog sturen. Is leuk, dan vliegt hij een beetje omhoog. Oh, daar gaat hij. Kijk. Daar gaat hij, zie je? Gaat hij langzaam eens op zichzelf omhoog. Dan kan ik hem een beetje naar achter sturen. Dan kan Wat is die grote rode knop dan, huis dan? Nee, die klikken we nog niet in. Die klikken we zo meteen pas in. Oké, en dan... Ben aan het sturen? Ja, ik ben hem aan het sturen. Zullen we anders Toast erin laten? Toast, wil je erin? Ja, dat is goed. Oké, prima. Dan zetten we Toast er even in. Oké, dan zet ik hem eerst op de grond voor je. Zo, hoppakee. Wat moet ik indrukken? Deze, toch? Nu ga ik voor je besturen. Nee. Jawel, ik klik hem omhoog. En dan gaat hij omhoog. Voorzichtig. Oké, dan ga ik naar voren. Wacht, doe jij de afstand niet? Hier, wacht. Ga jij maar even spelen? Nee. Gerard heeft hem. Gerard, stop nou. Gerard. Gerard, wel voorzichtig zijn. Gerard, hier wordt duizend van. Gerard. Kan hij een looping? Hij kan geen looping. Gerard, stop nou. Ik ben wel geïnteresseerd naar die rode knop. Gerard, stop nou. Nee, Gerard, niet de rode knop. Niet de rode knop, Gerard. Nee, niet de rode knop. Nee. Toos! Nee! Toos is weg! Wat doe je nou? Ik zei nog, klik niet op de grote rode knop. Ja, maar hij heeft een homebutton, dan komt hij weer terug. Weet je hoe ver die nou is? Ik was gewoon... Ik was we moeten hem zoeken, kom, we moeten hem zoeken. Waar is Toos nou heen? Hij vloog richting, wat is het? Oh, kom een explosie! Hoor jij nou ook een explosie? Oh, nee. Toos! Nee! Nee! We gaan hem zoeken. Gerard, kijk! Rook, hier is het! Toos! Waar is hij? Lag voor die auto! Sorry! Reek je nou dubbel aan? Ja. Hij staat nog wel rechtop, dat heb je ook knap gedaan. Ja, nee, dat was Gerard. Hij drukte op die homebutton, maar hij had die rode knop nog ingedrukt. Dus hij ging heel snel terug. Sorry. Wat heb je mee gedaan? Ik heb niks gedaan. Wacht maar, ik poets wel weer. Toos, weet je wat? Ik heb een idee. Blijf hier staan. Kunnen jullie met iedereen tillen voor mij met z'n tweeën? Hier om het hoekje. Oké, dan zie ik jullie hier. Oké, Toos en Gerard, zijn jullie er klaar voor? Ik heb ook iets veel leukers gedaan voor ons. Kom mee. Kijk, kom mee. Ik heb iets heel moois gedaan. Tadaa! Wow. Het zijn er 3! Maar waarom moesten we die dan hier naartoe tillen? Ja, dat weet ik niet. Dan kon ik even snel bezig terwijl jullie bezig waren. Dat heb je snel gedaan. Ja, in de supermonteur, hè. Oké, het is eigenlijk voor een klant dit. Dus we moeten even testen welke van de 3 het beste is. De middelste. Oké, dankjewel, Gerard. Dan neem ik wel deze hier. De linkse. Oké, jongens, waar gaan we heen om te testen met z'n 3? Zullen we de bovenkant van de Maze Bank? Wie het eerste is? Ik snap er niks van! Oh, horen jullie mij via de intercom trouwens? Oh nee, jongens! Ja, ik hoor je via de intercom. Gerard! Gerard, rustig!
Wacht, ik ben het. Oh, oh. Hij staat in de fik. Oh, hij staat rechtop. Moet je hem nou weer stuk maken, Gerard? Ja. Hoe krijg je het ook voor elkaar? Hij moet blussen. Hij staat niet eens in de fik. Hij staat in de fik. Ik maak wel een nieuwe. Gerard, breng hem mee terug. Ik heb een nieuwe voor je, Gerard. Ja, ik heb hem geblust. Ja. Henky, ja? Zit er eigenlijk een gordel op als ik hier, zeg maar, nou uitstap? Wat gebeurt er dan? Oh, oh zit dood. Oh, 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 oh. God, zak je zeg. Die heeft een anti, Oh, Gerard. Altijd dat zinloos geweld. Oh. Jongen, jongen. Toos, wat doe je waarom nou? Ik wat bij? Blussen. Nee. Oh, jongens, ik had net weer een nieuwe gemonteerd. Ik ja, jij zei dat er een gordel op zat. Oh, er liggen nu zoveel kapot. Moet ik weer twee nieuwe monteren? Doei. Sorry. Gerard, oké. Okay. We zien je wel. Doei. Gerard, we gaan naar de meester. Of we zien je op de meester. Oh, Gerard, toch? Dit is your captain speaking. Dan komen we eraan. We volgen jou toch? Wie er onhouder weet op de meespring. De wetter over tegen is beautiful. Oké, jongens, ik ga even met de snelle boost button. Oh. Doe het niet, denk ik. Weg, goed. Echt. Hier, zo. Het enige is dat de remmen zijn dan heel traag. Ik ben er nu al zo'n 100 kilometer voorbij. Ik ben er bijna. Oh, ik zie iemand anders zo in de buurt. Dan beneden. Je bent er bijna, Gerard. Je kan het. Hij wil niet. Je kan het, Gerard. Land erop. Hij wil niet naar beneden. Erop landen, Gerard. Ja. Ja, je was eerst. Goed zo, Gerard. Ik heb gewonnen. Oh. Dank je. Oh. Oké, Toos, je kan het. Kom maar, Toos. Ik vang je, Toos. Voorzichtig. Toos. Ja. En nu naar voren. Toosie. Nu naar voren. Ja, zo, bijna. Ben ik klaar mee. Nee, Toos. Nee, was er nog niet. Nee. Zeg dat dan. Nee. Toos. Nee, pak hem. Jongens. Oh, nee. Ik ga hem achterna. Ik moet hem redden. Hij ontploft, Henky. Nee. Ik ben er bijna. Oh, nee. Nee, niet ontploffen. Nee. Oh, bijna. We komen eraan. Pas op voor het gebouw daar. Je gaat te hard. Oh, Toos. Wat een landing. Pas op, jongens. Pas op. Oh. Waarom maken jullie elk prototype van mijn stuk? Hoezo? Ik heb die van mij hier. Ja, dat klopt. Dan is dit denk ik de gouden winnaar. Echt? Ja! Oké, jongens, we zijn op het hoogste punt aangekomen waar we gewoon nog normaal kunnen ademen. Ik ben even yoga aan het doen. Oh, goed zo, Gerard. Oké, vanaf hier gaan we inderdaad yoga-oefeningen doen. De eerste oefening is laat je schouders lekker trillen. Dat zoals Toos doet. Lekker je schouders trillen. Hoe doe je dat? Ja, je doet het ongeveer wel goed, Gerard. Ja. Tweede gedeelte is doe je benen los. Gerard, wacht. Ik druk je gordel even los. Ik weet niet of dat verstandig is als je dat los gaat doen. Zo, 1, 2, klik. Nee, ik weet niet of dat... Nee, Gerard! Ja, dat moest toch? Nee, nu zijn we Gerard kwijt. En zo, jetpack die gaat ook langzaam naar beneden. Moet je voor de noodlanding nog testen? Ja, dat is denk ik wel een goeie. Ik ga landen bij hetzelfde plek waar we opgestegen zijn, jongens. Ja, ik ook. Dan maak ik de noodlanding. Dan ga ik ook een noodlanding maken. Ah! Waar ben je dan, Gerard? Ik zoek je. Waar ben je? Toos, heb jij hem al gevonden? Naar rechts. Kijk, hierboven. Op het puntje. Op het puntje. Gerard! Hoe kom je daar nou weer? Help me even. Dit is natuurlijk perfect voor reddingsoperaties. Ja, reddingsoperaties voor de slagen natuurlijk. Je kan het. Pak hem. Hey Toos. Hallo Gerard. Jongens, ik denk dat het perfect is. Ik denk dat ik hem naar de klant kan brengen. Echt waar? Ja, hij is voor de klant. Ik denk dat dit daadwerkelijk Toos die voor jou is gewoon nog in één keer stuk gegaan. Nee. Daar kan ik verandering in brengen. Nee, Gerard. Doei. Nee, Gerard. Kom terug. Oké. Hè? Oh, dat was nog niet voor jou. Oké, ik ga naar de klant brengen, jongens. Dank jullie wel. Het was gezellig. Het was erg gezellig. Doei, jongens. Yeah. Dag. Ik ga ervan. Oké, ik had hier een afspraak met de slager. Met, hoe heet je die, Sjaak Slagers van Sjaak Slagers of zo. Maar als het goed is, ben ik hier bij zijn slagerij. Even kijken hoor. Dan mocht ik hier ergens landen, zei hij gewoon voor de deur. Daar loopt wel iemand. Wat is hij aan het doen? Hey, dit is geen buitenslagerij. Meneer, wat denkt u wel niet? Wie bent u? Hallo? Oh, wacht, ik kijk hier een stem. Jij bent Sjaak. Ik ben Sjaak Slager van Sjaak Slagers met Sjaak. Ja, goeiedag. Uw koe loopt wild rond, Sjaak. Ja, dat klopt. Die moet ik nog naar binnen doen. Die moet op transport. En wie bent u, als ik vragen mag? Ik ben Henkie van Henkie's monteurdeur. Ga nou eens weg, Bertha. Laat je koe nou gewoon vrij. Ja, die pak ik straks wel weer. Nou, kijk, dit is je vliegersvlug voertuig. Tada! Ik heb gevraagd om een voertuig. Dit is toch een voertuig? Het vervoert tuig, zoals jij. Bertha, ga eens... Ja, Bertha, ik weet het. Ga aan die kant. En hoeveel kost dit? Even denken hoor. Het heeft me heel veel niet en dat gekost. En de aerodynamie erachter. En de supersonische... Hey! Bertha,
voorzichtig! Dit is jouw fout. Ik betaal helemaal nergens meer voor. Dit is jouw fout. Mijn koe ontsnapt. Dit ik krijg geen voertuig. Met dit supersonisch voertuig kan je hem vangen. Dat is waar. 5 euro. Ik ga je 5 euro halen. Moment. Ja, 5 euro. Dus je moet wel oppassen dat je koe niet... het gaat goed met je koe. Niks aan de hand. Komt helemaal kijk goed. Dan. Betekent die koe wat voor je? Nee, hij moest toch naar de slagerij van Sjaak Lager Sjaken. Dat is niet erg. Oké. Okay. Hij is snel gaan maar zitten. Of staan, bedoel ik. Gordels hoeven niet om. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Je weet dus al de knopjes, duidelijk. Oké, dan kan je omhoog naar voren en dan moet je daar op die grote rode knop drukken. Oké. Veel plezier met je voertuig, Sjaak. Ja, dankjewel. En dan moet je op die grote rode knop iets naar voren. Oké. Komt, ik ga even proberen. Ja, prima. En dan op die grote... Oh! Oké. Dankjewel, Sjaak. Nee!